kijkers. Hier staan we dan, bij Afslag Nagelen. En wij zijn hier naartoe gereden met onze Ferrari-rode bolide. Nu vraagt u zich natuurlijk af, waarom zijn we met de auto? Nou, dat is niet zo moeilijk. Onze camper staat in een garage voor een onderhoudsbeurt. En gelukkig hadden we deze nog, dus we zijn met de auto hier naartoe gereden. Want hier wordt het Vrouw Rijdt Camperweekend gehouden. Ik heb al eens een keer zelf een rijles gehad, maar dat was een privéles, omdat er toen corona was. Nu is de corona voorbij, nu is er een weekend met heel veel vrouwen. Sommigen hebben alles gereden, sommigen nog nooit. En wij gaan ze eens vragen wat ze ervan vinden. En belangrijker nog, ik wil ook wel eens weten wat die mannen er nou van vinden als ze het stuur uit handen moeten geven. Dus kom, we gaan eens een aantal mensen vragen. Veel plezier bij het kijken. Ik zag u terugkomen. Hoe was dit? Ja, nou, het was wel een beetje spannend. Ja. Ik heb wel eens vaker gereden, maar niet zoveel uitleg gehad als bij deze keer. En inparkeren gedaan en wat bijzondere verrichtingen. Het was best was heel leerzaam. Ah, ze doet het wel vaker, maar ze wou zelf deze opfriscursus om het wat beter onder de knie te krijgen. Dus u geeft het stuur wel uit handen? Ja, ik zeg heel vaak al tegen haar van, ga jij nu rijden? Nee, ik vind het prima dat jij zelf rijdt. U gaat voor het eerst rijden in de camper? Ja, klopt. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lukken. Ja. Niet zenuwachtig? Nou, een beetje. Maar gaat goed komen, ja. Nou, ik vind het wel handig. Stel je voor dat er wat met mij gebeurt, dan kan zij ook rijden. Normaal gesproken rij ik wel altijd. Maar ja, mocht er wat gebeuren, kijk, ik ben wat ouder. Ik ben 13 jaar ouder, dus ja. Stel je voor dat ik een beetje met de rollatorzak loop, dan kan mijn vrouw nog steeds rijden. Dus ik vind het wel prettig eigenlijk, ja. Heb je de spiegels nu goed staan? Want dat is heel belangrijk, dat de spiegels goed staan, want daar zie je alles wat je moet doen. Mevrouw, ik heb begrepen dat u sinds vorige week een camper heeft. En nu gaat u een rijles nemen. Waarom doet u dat? Ja, dat klopt. Wij hebben sinds vorige week een camper. En we hebben er één nachtje in geslapen. Maar ik heb er nog geen meter in gereden. En ik heb steeds tegen mijn man gezegd, of mijn echtgenoot, ik wil wel graag een camper, maar ik wil er ook zelf in kunnen rijden. Dus vandaar dat ik nu die rijlessen ga nemen. Ik verwacht van Tineke dat ze mij heel veel tips geeft met manoeuvreren. Het manoeuvreren misschien om pilonnetjes heen, bochten nemen, vooruit, achteruit rijden. Kijken in de spiegels goed afstellen. Kijken waar de dode hoek zich bevindt. Dat hoop ik te leren. Ja. Het zijn natuurlijk niet alleen de rijlessen die Tineke geeft. Haar echtgenoot Arie vertelt heel veel dingen die met camperrijden te maken hebben. Op dit moment vertelt hij over de dode hoek, maar hij vertelt ook technische details. En dat is echt interessant. Het is heel leuk om mee te maken. En je leert dingen van je camper die je helemaal niet wist. U heeft straks de rijles. Vindt u dat spannend? Dat vind ik heel spannend, ja. Ja. Ik heb vanmorgen al in die vrachtwagen gereden. Dat vond ik nog erger, nog spannender. Maar dit in de eigen camper is er ook wel leuk, ja. Maar ook spannend. En vandaar deze massage om echt rustig te worden voordat u in uw eigen camper stapt? Nou, zo erg is het ook weer niet, maar het is wel lekker dit. Om lekker te ontspannen, dat is wel heerlijk, ja. Wat verwacht u van uw eerste rijles? Nou, ik verwacht dat ik zelf wat zekerder kan zijn om te gaan rijden en wat meer vertrouwd raken met de camper. Dat verwacht ik ervan. Zo, daar zijn we weer. En hoe ging het? Nou, fantastisch. Ja, ik heb wel een beetje rode wangen ervan gekregen, moet ik zeggen. Maar ik ben eigenlijk heel enthousiast. Wat kunt u nu, wat u vanochtend nog niet kon?
Nou, vooral eigenlijk dat werken met die koppeling. Dat kon ik echt niet, want ja, ik had er nog helemaal niet in gereden. Dat heb ik geleerd. En leren werken met meer versnellingen. Want er zitten 6 versnellingen in deze auto. En dat heb ik thuis in mijn... Ik heb zelf ook nog een klein autootje. Maar dat heb ik niet. Dus ik moest daar ook een beetje feeling in krijgen. En de helling op en de helling af. Dat je dat niet doet met de handrem aantrekken en de handrem loslaten. Maar dat je dat dus met de koppeling doet. Heel verrassend, ja. Wat zou u tegen vrouwen zeggen die nog nooit in een camper hebben gereden om te doen? Ik zou tegen ze zeggen, je hebt je rijbewijs gehaald, dus je kunt ook in een camper rijden. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Je zit lekker wat hoger op de weg, maar vooral ga het doen, want het is gewoon hartstikke leuk. En ja, als je een camper koopt, dan vind ik dat je als vrouw ook gewoon met een camper moet kunnen rijden. En dat kun je, want als je in een gewone auto kunt rijden, kun je ook in een camper rijden. Uw vrouw is teruggekomen met de camper, ja. En is nog helemaal heel. Nee, dus... Dat is geweldig. Nee, dat is hartstikke mooi. Maar ik had er eigenlijk ook niet anders verwacht. Dus. En stel nou dat er wel een deukje in had gezeten. Wat dan? Nou, dan zijn we goed verzekerd, zeg ik maar. Zo simpel is het. Bent u trots op haar dat ze dit gedaan heeft? Jazeker. Ja. Nee, ik vind het moedig, want ze vond het best wel spannend. Dus ja, knap dat ze het gedaan heeft. Hé, wat zie ik daar nu? Daar wil ik wat meer van weten. Wat is dit nu? Dit is mijn elektriciteitskabel en die zit binnen in een katrol. En ja, je hebt geen gesleep meer met losse kabels. Hij rolt zich automatisch op. Zit 20 meter op. En ik ga hem nu aan de stroom hangen. Dus je moet altijd wel 20 meter vanaf een stroom, binnen 20 meter vanaf een stroompaal staan. Ja, maar ik heb ook een verlengkabel bij me. Dus als het echt nodig is, dan kunnen we hem gewoon verlengen nog. Ik geloof met 10 meter of 15 meter. Dus, moet je deze wel helemaal afrollen of mag je deze op de katrol laten zitten? Nee, je moet hem. Je kan hem tot 1000 watt als je hem opgerold laat, maar 2000 als je hem uitrol. En ik zou hem wel altijd uitrollen, want anders wordt hij wel erg warm, vermoed ik. Rode wangetjes. Ja, het is een beetje warm. Nee, het ging goed. Ja. Ja. Nee, prima. Ging het? Nou, het ging wel goed. Ja hoor. Wel een beetje vertrouwd. Achteruit steken en zo. Dat is wel iets waar we wel iets van geleerd heeft, denk ik. En wat doet het nou met u dat uw vrouw achter het stuur zit? Ja, toch nog moeilijk, ja. Ik denk dat in het buitenland dat ik daar toch wel zelf rij. Onbekend en de bergen en zoals naar Noorwegen. Ja, dat vind ik me wel een beetje eng. Dan rijd ik liever zelf. De stoelmassage zit erop. Dus u bent nu lekker ontspannen om te gaan rijden. Of heb ik dat mis? Helemaal waar. Ik ben helemaal ontspannen om te gaan rijden. Wat denkt u dat u gaat leren straks? Nou, ik hoop dat ik met name het leren manoeuvreren. Recht rijden, dat is niet zo moeilijk. Maar juist de bochtjes en het inschatten van hoe groot het is en hoe lang je bent. Dat denk ik hoop ik te leren. Ja. Want dit is eigenlijk de eerste keer dat u in de camper gaat rijden? We hebben ooit 20 jaar geleden een camper gehuurd. Toen heb ik op de snelweg een stuk gereden. Dat was het enige wat ik ooit gedaan heb. Ik zit er heerlijk naast. Denkt u dat uw man straks de sleutel gaat afgeven als u hebt gereden? Dat denk ik wel. Ja, hij zal wel moeten. Daar op de deur zit een knopje. Deze. Draaiknopje. Zit je op 1 uur? Daar gaat ze dan, hè? Ja. Wat vindt u daarvan? Spannend. Ik vind het wel heel erg leuk dat ze het doet, hoor.
goed. Zo, weer terug. Was het dat wat u ervan verwachtte? Ja, het was goed om te doen. Het was vooral de bochtjes nemen en inschatten. En ook het schakelen was voor mij nog even weer terug naar vroeger. Optrekken naar zijn zes, hard rijden en inschatten, de wegen inschatten, de rotondes nemen. Ja, die dingen. Ja, dat is het rijden verder wel. Maar juist het manoeuvreren met de camper, het viel mij mee. Dat is een goed teken. Ja. Het betekent dat u straks de sleutels niet meer gaat afgeven. Nou, niet meer afgeven doe ik nog wel, maar ook wel overnemen. Nou, een stukje opgelucht. Ik vind dat het valt me mee, moet ik heel eerlijk zeggen. En dat geeft ook wel wat meer vertrouwen. Onze eerste draaidag zit erop. En voor de dames zit hun eerste rijles erop. Wij gaan nu lekker naar binnen in de B&B. Beetje warm worden, want het is heel erg koud. En trouwens, over de B&B gesproken. Het is natuurlijk heel erg leuk als je hier met de camper bent en je laat familie of vrienden overkomen. Dat ze hier kunnen overnachten. Het is een erg fijne, knusse ruimte waar je kan verblijven. We gaan een hapje eten. Vroeg naar bed vanavond, want morgen wacht ons een volgende drukke draaidag. Toh, dat ziet er goed uit, hè, ontbijtje. Ja, lekker hoor. Heerlijk, hè? Je hoeft zelf niks klaar te maken. Je krijgt het zo aan de deur geleverd. Wat gaan we doen vandaag? Nou ja, we gaan natuurlijk weer filmen. We gaan zelf met de vrachtauto rijden. En vanavond barbecue. Vanavond hebben we lekkere barbecue. Gezellig met mensen kletsen. Dus dat wordt wel een fijne dag weer. Eet smakelijk. Smakelijk. Arie, leuk om ook een keer met jou te praten. Want Tineke doet de rijlessen. Maar jij bent ook heel belangrijk, want jij hebt ook een aantal onderwerpen die je doet. Het boek. Vertel daar eens iets over. Nou, eigenlijk wist ik niks van campers af. Daar kwam ik achter toen we onze eerste camper hadden gekocht. Joh, dat is eigenlijk best een complex ding. Met 12 volt en 230 volt en met gas. En je moet je ook met sneeuw kunnen redden. En toen dacht ik, ga naar de boekwinkel. Maar er was helemaal niks. En toen ben ik het zelf maar gaan uitzoeken. Want je moet je wel zelf kunnen redden onderweg. Je moet ook de juiste camper kopen. Daar kwam ik ook wel achter. En dat heb ik beschreven in het boek. 300 pagina's. Ik wist niet dat je er zoveel over kon schrijven. Maar vier jaar mee bezig geweest. En het vijfde jaar heb ik het boek geschreven. En het voldoet aan een behoefte. Vierde druk inmiddels, hè. Voor wie is dat boek bedoeld? Nou, ik heb het boek geschreven vanuit de gedachte, iemand die een camper gaat kopen moet belangrijke afwegingen maken. Lengtebed, queensbed, dwarsbed, buscamper, half integraal. Dat is het kopen. Maar ook degene die eenmaal een camper heeft gekocht en dan onderweg is, die moet nog heel veel leren. Dit boek is wel degelijk ook voor mensen die gewoon van start zijn gegaan en de eerste 3, 4, 5 jaar ervaring moeten opdoen. Ja, waar gaat je kachel aan? Of misschien wel niet. Moet je toch kunnen redden. Waar kan ik het boek kopen? Bij mij. Via mijn website. Stuur me een mailtje. En dan heb je het in principe de volgende dag. En je kunt het natuurlijk ook lezen in de bibliotheek. En het is te vinden bij de boekhandel. Dan bestel je dat. Het is gewoon een normaal boek. Verkrijgbaar. Net als andere boeken. Ik heb er trouwens ook 2 beschikbaar gesteld. Aan Camper TV. Dus als je een beetje geluk hebt, dan ben je er daarheen. Maar die gaan wij natuurlijk dan doorgeven aan onze abonnees. Dat bedoel ik. Dat gaan we doen, wat leuk. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Wilt u kans maken om dit boek te winnen? Stuur dan even een mailtje naar onderstaand adres. En wie weet bent u een van de gelukkigen. Natuurlijk komen wij zelf ook nog even in actie dit weekend. En wat gaan we doen? We gaan een stukje rijden in een heuse vrachtwagen. Tinus is de instructeur. Dat klopt, Tinus, ben ik. Ik vind het bijzonder spannend, maar het lijkt me ook heel erg leuk. Even een vraag vooraf. Waar ga ik zo in rijden? Hoeveel ton? Hoe hoog? Hoe groot? Het is een DAF vrachtauto. Hij is 10 ton van zichzelf zwaar. Er zit 5 ton lading bij in. Ik heb 15 ton aan totaalgewicht. En daar gaat hij straks mee rijden. We zijn 9,83 lang. We zijn 2,55 breed. En 3,97 hoog. Dus net geen 4 meter. Dus viaducten moeten we af en toe even
Klein beetje bukken. Ja, dat is het ongeveer. Ik kan niet wachten. We gaan het doen. Ja? Beide kanten goed vasthouden. Ik sta erachter. Als u valt, dan vang ik u op. Ik zit al. En u bent er al. Nou, super. We gaan de motor starten. En door middel van de sleutel. Voelt ook even dat er vertraging op zit. De computer moet even zetelen. Die wil alles een beetje ordenen. Ja. En dan gaat pas de motor starten. Er zit allemaal een beveiliging op. Hij mag in de versnelling. Dat is hier met deze knop. Dan mag hij naar de D van drive. En de handrem mag eraf. Dat is eruit trekken. En als jullie gas geeft, dan gaat hij gewoon naar voren. Ik kijk wel naar het verkeer. Met een auto aan? Er komt een auto aan. Die heb ik besteld. Dat is een figurant van mij. En achter ons was alles vrij. Die gaat wel aan de kant. Hij gaat aan de kant. Ja, ze zien ons aankomen. We zien ook als we in de spiegels kijken dat we maar heel weinig ruimte over hebben. Het is heel krap hier. Zie je, aan beide kanten. Je hebt niet veel over. Nou, die auto blijft nog steeds netjes staan. Dus we kunnen in één keer doorrollen. Nou, het wordt wat drukker. Ja. Wat voetgangers erbij. Ja. We gaan even om het hele spul heen, dat is wel leuk. Die kant op? Achter de auto aan. Ga maar achter de polo aan, die weet de weg. Dat is ook weer zo'n figurant, ik huur ze allemaal in. Ja. Straks als we de haven weer afrijden, dan gaat hij weer naar huis. Ja. Heeft hij zijn geld weer verdiend. Wat kost dat nou, zo'n figurant? Ja, dat is een kleintje. Dat is een klein, €5. Rij maar een stukje naar voren. Dan gaat de kont naar buiten en dan kunnen we straks buiten kijken hoe ver we van de kant op staan. Kijk, als je die streep volgt, dan zie je de streep verdwijnen onder de auto. Mooi, deze indruk, dan kan ik je ook weer inknellen. Maar zo is het ook lekker. Ja. Kun je lekker bij de grond komen met de schoenen? Ja. Goed. Dat je in ieder geval bij het verste punt van het stuur kunt komen met je pols. Kun je pols ook bovenop het stuur leggen? Ja, dan moet iets naar voren. Dan moet iets naar voren. Dus eigenlijk zou de stoel iets naar voren moeten. Of misschien kunnen we hem iets verder het dashboard uittrekken. Ik kom ernaast. Ja. Nog verder doorrijden. Dus ga je achteruit de camper plaatsen op, dan moet je er wel aan denken dat de voorkant tegen de buurman zijn camper aan kan komen. Ja. Stuur maar naar links, gaan we hier tussen de auto's door. Oh, hier tussendoor? Ja, okay. Ja hoor, kan nog. Het is ook niet zo'n mooie auto toch, die zwarte? En kijk achter maar mee, in de spiegel kun je ook zien of het goed gaat met die auto. Gaat goed hoor, voor gaat goed. Gaat echt goed. Ja, netjes, mooi manoeuvreren, ga je morgen ook doen. De mensen met de campers. Ja, en dan naar links. Denk aan de fotograaf. Ja, die moet zelf opletten. Dan stoppen we net voor hem. Ik hoop dat je op tijd stopt. Ja, we moeten maar naar achteren stappen, hè? Ja, super. Heel zachtjes. Laat gas maar los. Nou, recht op hem af. Ja, netjes hoor. Ik kan merken dat je een camper rijdt. Je neemt de bochten groter. En dat moet ook wel, want de achterkant moet ook om die stoeprandjes heen. Dan gaan we helemaal rechtdoor. Hier heb je weer zo'n bord wat aardig dicht langs de kant van de weg staat. Hij is ook al een keer geraakt, hè? Hij is al krom. En dan is het inderdaad maar zaak om niet al te hard te rijden en goed op te letten of je er langs kunt. Ja. En dan zie je dat het gat steeds breder wordt. Dat is alleen maar mooier. Stuur nu iets naar links toe. Nog iets verder naar links. En dan moeten we even stoppen, want we komen even op de strook van die fiets eruit. Ja. Ja, en kom maar. En die auto's die dwingen gewoon tot stoppen. Kom maar, geef maar gas. Ja, want ik ga niet meer achteruit nou, hè? Nee hoor. Prachtig. En dan rechtdoor, naar de kont van die witte auto. En dan ga je hem net iets aantikken. Dan gaan we weer deze kant op. Wat heb ik aangetikt nu? Dat paaltje? Achter, links achter de stoeprandje. Oh, het stoeprandje, maar het paaltje toch niet? Nee, daar had ik wel geremd hoor. Stoeprandjes vind ik leuk, maar paaltjes vind ik niet leuk. We hebben straks nog zo eentje, die gaan we proberen te ontwijken. Gewoon zonder dat we dat raken. Ja, dat ga ik zeker proberen. Daar is die al. Laten we die auto eerst gaan. Zie je maar komen? Ja. En dan doen we weer hetzelfde als net. Goed rechts rijden, rustig aan. Laat je hem zachtjes rollen. En je ziet dat het steeds breder wordt. En tot hoever ga je dan eigenlijk naar voren? Vlak voor het paaltje. Gewoon blijven rollen. En dan stuur je nu naar links toe. Stuur me naar links toe. Verder naar links toe. Juist. Nou, stuur weer rechts zetten. Nog verder naar rechts. En achter kun je in de spiegel zien of het goed gaat.
Perfect, zonder iets te raken. Netjes hoor. Ik zou hier gelijk een filmpje van maken, denk ik. Netjes. Mooi. Hij moet zo even gekeerd worden. En dat gaan we doen met behulp van de inrit van de buren. En die heeft een brede inrit. Dan gaan we straks links naast de weg op die betonplaten rijden die ernaast zitten. Je rijdt hem voorwaarts erin? Voorwaarts ga je op de betonplaten rijden. Ga maar naast de weg rijden. Links. Nu naar links toe. Ja? Ja? Ja, netjes. Laat hem maar lekker doorrollen. Deze kant kunnen we het hek ook al zien. Ja, nog een beetje. En dan weer iets naar links toe. Dan kan ik ook mooi schoon uitstappen. Nee, zo is wel goed. Stop maar. Ja, prachtig. We laten hem zo staan. Dan heb je nog een treden. En het laatste afstappen. Je bent er al. Nou, jullie hebben lekker spannend gereden. Wilma heeft het beste gereden. Dat moest ik ook zeggen. Wilma heeft echt het beste gereden. Het laatste half uur. En daarvoor zat je man. En die heeft ook heel leuk gereden. Super zelfs. Ja, we hebben het wel allebei goed gedaan, denk ik. We hebben lekker door Urk gereden. En de mensen zijn niet aan de kant gesprongen. Dus het is super, super veilig gegaan. Dus ik wens jullie een hele mooie tijd straks met de camper. In het hele land en geniet ervan. En wij gaan nadenken over C1, hè? Dat gaan we doen, ja. Ja, dankjewel Tinus. Graag gedaan. Op voor de tweede ronde? Ja, ik ga op voor de tweede ronde. Nu 3 kwartier, dus ik ben benieuwd wat ik moet gaan doen van Tineke. Ik ben heel benieuwd. Zag je hoe soepel deze mevrouw wegreed? Gisteren hadden we haar ook voor de camera. En toen was ze best wel een beetje zenuwachtig, want dat was haar eerste rit ooit in de camper. Toen ging het allemaal heel voorzichtig. En moet je zien wat een zelfvertrouwen ze nu had om weg te kunnen rijden. Leuk om te zien hoor. Weer rode wangetjes. Ja. Maar ik zag je wegrijden en was echt een heel ander verschil als gisteren hoor. Ja, hè? Maar dat was nu ook met het achteruitrijden. Ging meteen goed. Ben door Emmeloord gegaan, door kleine straatjes heen. Ging prima. Ja, helemaal tevreden. Ben je ook langs het winkelcentrum gereden? Ja. Met het geparkeerde auto's en alles, ja. Toen moest ik er een beetje aan denken. Hé, dat verhaal dat ken ik. Dat is behoorlijk druk, ja. Ja. Maar het lukt in 1 keer goed. Ja. Nee, helemaal tevreden. Ja. Ik zag je ook wegrijden. Ik denk, nou, dat is zo'n verschil met gisteren. Dat is zoveel zelfvertrouwen wat ik nu zie. Nu ook. Dat ging ook goed. Dus ik ga eerder deze vragen. Mevrouw, u heeft ook meegedaan aan het rijden met de camper. Was dit voor u voor het eerst? Ja, voor de eerste keer. En ik zag er heel erg tegenop, want ik wilde eigenlijk niet. Maar hun hebben mij overgehaald op de beurs in Hardenberg om toch mee te doen. En ik heb het gedaan en ik vond het erg leuk. Vanaf nu gaat u dus vaker rijden? Ja, daar ben ik wel voor plan. Ja. En wat vindt uw man ervan als u gaat rijden? Ja, die heeft het al heel vaak gezegd. Maar ja, ik durfde niet. En nu ben ik dus over die angst heen en dat is alleen maar goed. Nou, heel mooi dus. En u heeft heel veel verrichtingen ook gedaan, denk ik? Ja. Helling trekken en achteruit rijden. En, dus er was wel... Ik vond het echt heel leuk ook om te doen. Dat had ik niet gedacht. Ja. Nou, ik heb er al jaren gevraagd of ze dat wou. Maar ze wou het steeds niet. Tot dus vorig jaar op de beurs was. En daar hebben we haar zover gekregen dat ze zei van... Ik doe het. En zodoende is zij dus op de beurs achter stuur gestapt bij Tineke. En dat beviel haar goed. En toen zei Tineke van nou, ik heb nu weer een meeting waar we dus met elkaar om moeten doen. En was vorig jaar ook, maar dat konden wij niet. En nu hebben we dus dit jaar gedaan. En ik ben er alleen maar blij mee dat ze dat doet. Want dan hoef ik niet altijd te rijden. En het gaat niet alleen om dat ik niet rijden wil. Maar als mij wat overkomt, dan kan zij ook rijden. Ik heb ervaring daarmee. Want ik heb zelf een keer in Hongarije geweest dat ik niet goed werd. Heeft ze 1400 kilometer aan één stuk doorgereden. Kijk, en dan denk ik van, dit is mooi. U bent wel trots op haar? Ik ben wel trots op haar, ja, tuurlijk. Wat vindt u verder van het weekend? Heel erg leuk en heel leerzaam. We hebben echt heel veel geleerd. Het is heel veel, maar wel heel leuk. En de gezellige dingen ertussendoor, dus helemaal goed.
Even tussen de rijlessen door, Tineke, hebben we tijd om te praten over dit weekend. Waarom hou jij een weekend vrouwrijd camper? Het is een spontaan idee geweest. Ik kwam hier met mijn flyertjes in 2016 en Peter zegt van, hey, misschien kunnen we iets een keer samen doen. Nou, zo is het eigenlijk ontstaan. Wat kunnen we doen? En dat was een succes en dat hebben we nu doorgezet. Elk jaar twee keer. Het voorjaar een keer, begin april en begin oktober een keer. En iedere keer is het vol. Hartstikke leuk. Dus eigenlijk zou je nog wel meer per jaar kunnen doen. Dat zou ik wel kunnen doen, maar dan wordt het weer werk, hè. En nu is het omdat het leuk is en gezellig is en het is wel intensief. Dus je moet dat ook niet elke keer doen. Want je geeft rijles aan de vrouwen. En wat doen die mannen dan in tussentijd? Ja, die mannen die zitten hier nu op de camperplaats en de kapschuur is warm. En Arie verzorgt wat onderwerpen. Dus iedereen kan constant eigenlijk wel iets volgen. En camperaars zijn ook gewend om in hun eigen camper te zijn. Maar je ziet dat de groep heel erg met elkaar optrekt en dingen met elkaar uitwisselt. Dus de mannen hebben ook genoeg te doen. En we hebben een vrachtwagenrijles van buren. En dat vinden de mannen ook erg leuk. Maar de vrouwen ook, want de vrouwen rijden ook, heb ik begrepen. En ik heb begrepen dat sommige vrouwen zelfs langer rijden dan de mannen. Ja, ik heb ook gehoord dat sommige vrouwen rijden alleen en de mannen helemaal niet. Ja. Ja, leuk hoor. Ja, dat is echt leuk. Dat is altijd een succesnummer, die vrachtwagen. Ja, echt wel. Vindt iedereen leuk. Ja. Nou hadden wij... Ik heb natuurlijk van jou al een paar jaar geleden een les gehad. Ja. En dat zette ik op social media. En daar kreeg ik heel veel commentaar op. Wat vind je daar eigenlijk van dat mensen vinden dat vrouwen geen rijles hoeven te nemen in een camper? Ja, dat horen we op beurs ook wel. Af en toe is er altijd iemand die zegt van, oh, dat is toch onzin. Maar die vrouwen kunnen allemaal zelf wel rijden. Dus die vinden het vanzelfsprekend dat ze rijden. Dan zeg ik, nou, moet je eens kijken om je heen. Hoeveel vrouwen het heel moeilijk vinden en er tegenop zien. Ja, ik ben er voor die vrouwen. Die anderen die het kunnen, hoef ik niet te helpen. Hè, ik probeer die vrouwen over de drempel te helpen. En in 2,5 uur in zo'n individuele les lukt dat heel goed. En dan hebben ze een stuk zelfvertrouwen en dan rijden ze. Want ik denk, misschien heb jij daar ook wel een mening over, dat sommige mannen zelfs ook wel eens een camperrijles zouden kunnen gaan nemen. Als ik op sommige camperplekken mensen zie aankomen, hoe ze dan hun camper parkeren, dan denk ik, nadat ik die les heb gehad, van joh, jij mag daar ook wel eens naartoe gaan. Ja. Heb jij die ervaring ook of heb je dat toch niet wat minder? Nou, kijk, ik zie natuurlijk ook wel wat mannen soms zitten te rommelen en te prutsen. En dan denk ik ook wel eens van, nou, als je nou even weet waar je op moet letten, dan doe je het in één keer goed. Peter hoor ik ook wel eens klagen dat mensen het gras kapot rijden en zo. Hè? Gewoon omdat ze maar beginnen te sturen en te draaien en helemaal niet van tevoren bedenken, hoe ga ik dat nou eigenlijk doen? Ja, en heel veel mannen die rijden ook wel mee in de camper. En dat vindt ze hartstikke leuk. En heel leuk, dan zeggen ze ook van, goh, ik heb toch alweer dingen opgestoken. Ik heb er ook al wat aan gehad. Dat was leuk hoor. Dat zijn denk ik ook de leukste reacties. Ja, en pas kwam een echtpaar terug. Die waren in oktober geweest, die vrouw. Die man had wel meegereden, geloof ik. En nu wilden ze graag allebei nog een uur rijden. Nou, dat is echt leuk, hè? Kijk, dat is leuk. Ja, dat is leuk. En er zijn heel veel mannen. Mannen zijn in de loop van die jaren veel enthousiaster geworden. Dat ze het leuk vinden dat die vrouw ook gaat rijden. Geven ze het cadeau aan een vrouw voor een verjaardag of moederdag of zo. Dus ik krijg steeds meer positieve reacties ook van mannen. Die het bedenken voor een vrouw. Ja. En dan zeg ik van, vindt die vrouw het ook leuk? Ja, ik denk het wel. Dus dan is het echt een verrassing voor die vrouwen. Dat is een verrassing, ja. En sommigen vinden het echt hartstikke leuk en heel enthousiast. Ja. En nu dit weekend ook, er zijn vrouwen bij die rijden echt zo makkelijk al. Dan zeg ik, waarom kom je nou naar zo'n weekend? Ja, maar ik wil het goed leren. En ik wil ook dat manoeuvreren goed kunnen. Of ik moet altijd file parkeren voor het huis. En nou, dan ga ik met die vrouwen dat oefenen. Ja. Ja, want ik heb inderdaad een aantal vrouwen geïnterviewd en heel veel verschillende reacties gehoord. Van, ja, mijn man die zegt al zo lang ik moet rijden. En een die zegt van, ja, als mij iets overkomt, maar ik pak toch liever zelf het stuur. En dat is heel leuk, want die mevrouw die zei vandaag, na de tweede les, hij krijgt de sleutels niet terug. En denk van, en ja, dan denk ik, dan doe je het goed. Ja, dat is ook, en het is gewoon leuk dat die vrouwen gewoon dat zelfvertrouwen hebben. En straks ook zeggen van, nou, ik ga straks ook rijden, we gaan om en om rijden. Nou, en hoe ze dat zelf verder uitzoeken, moeten ze maar weten. Dat komt vast goed. Ja. Maar het is gewoon heel leuk, deze vrouwen die dit weekend hebben gereden. Ik denk dat de meesten gewoon blijven rijden.
Dat was even een leuk interview met Tineke. Zij gaat gauw weer verder met haar volgende rijles. Wij vonden het in ieder geval heel erg leuk dat we erbij mochten zijn. Dus Tineke, nogmaals, dankjewel. Ja. En, graag gedaan. Ik vond het erg leuk dat jullie er waren. En zo eens wat optekenen van hoe dat nou gaat zo'n weekend. Misschien helpt dat anderen ook weer over de drempel. En ik heb begrepen dat jij ook flink gereden hebt in de vrachtauto. Oh, niet? Ik heb langer gereden dan Erik. Leuk? Ja, heel leuk. Ja, Tineke doet dat hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja, het is gewoon altijd, ja, het is een succesnummer. Ja, nou, ik vond het echt leuk om te doen. Ja. Ja. Nou, fijn. Hebben we een leuk weekend gehad. Zo is het. We hebben een goed weekend gehad. Ja. Prima. Echt heel mooi. Spannend. Want ik moest bochtjes maken. Achteruit naar rechts. En dan langs de stoeprand. Heuveltjes. Naar voren, naar achter. Let op de fietsers. Ja. Heel spannend. Een woonwijk in, waar natuurlijk veel kinderen kunnen lopen en waar heel veel huizen zijn en veel geparkeerde auto's. En dan moet je dan manoeuvreren. Maar het is ontzettend leuk. Kan iedereen aanraden. Het is echt heel leuk. Was dit voor het eerst dat u in de camper reed? Eergisteren heb ik een drempelles gehad. En dat was de eerste keer. En dat, dat vond ik ontzettend leuk. En nu hebben we dat uitgebouwd om meer te doen. Harder te rijden. Je moet echt doortrekken in z'n vier. Dat moet ik natuurlijk leren. Want je bent toch een beetje angstig. Dus je moet gewoon daaroverheen en doordouwen. En de instructrice, zij is fantastisch. Dat is echt zo duidelijk en lief en op tijd. Zeggen van, nou moet je naar rechts of nou moet je links. Denk om de middenlijn daar. Kom je uit die rotonde de rechte lijn opzoeken, zodat je er recht in komt. Ja, nou echt mooi. Ja. Zo te horen heeft u heel veel geleerd. Geleerd en genoten. Ja, dat. En ik vind het hartstikke leuk als we nou een grote reis maken. Dat niet alleen mijn man moet rijden, maar nou moet ik het ook doen. En ik wil dit blijven doen. Dat we het samen kunnen doen. Dat vind ik erg leuk. Ja. Dat is de reden waarom u gezegd heeft, ik ga camperrijles nemen. Of had u een andere reden? Nee, dat is de reden. Ook ja, je wordt ouder. En de een van de twee kan zich niet lekker voelen of wat hebben. En dan wil je toch wat meer zekerheid om ook te kunnen rijden. En ook de vermoeidheid. Ik vind het gewoon belangrijk dat je kan afwisselen. Maar voor geweldig. Ik ben vandaag niet mee geweest, want ik wilde wat vragen aan die meneer het Lemmer. Maar ik ben afgelopen donderdag met hem meegereden. Ik vond het hartstikke leuk. En ik heb er zelf ook gewoon een aantal dingen van opgestoken. Het zijn van die kleine dingetjes. Maar hartstikke leuk. Hartstikke goed. En het is wel fijn dat zij nou ook wat dat betreft gaan rijden. Je wordt allebei een dagje ouder. En dan is het toch wel prettig op een gegeven moment dat je wat kan afwisselen. En helemaal denk ik als je wat langere afstanden gaat rijden. Ja, zeker. Want normaal voor het afgelopen jaar heb ik dat gedaan. En nou kan je het wat dat betreft keurig verdelen. En het is gewoon hartstikke leuk. En het is ook, want je komt door stukjes bijvoorbeeld in Frankrijk die zo mooi zijn. Maar ja, jij zit wel achter het stuur. En dan zegt Ingrid het altijd van, mooi hè, mooi. Ja, je kan het helaas niet zien. En nou kan ik het dus wel gaan bekijken. Ja. Dus u bent wel heel trots op haar, denk ik. Zeker, zeker weten. Ja. Heel erg fijn. Ja. Ja. Het Vrouwrijd Camperweekend zit erop. Alle campers zijn weggereden en allemaal met de vrouw achter het stuur. Wij drinken onze koffie op en gaan naar huis. Het was een heel erg leuk weekend en zeker een aanrader voor al die vrouwen en mannen die onzeker zijn om te rijden in een camper. Bedankt voor het kijken, denk aan het abonneren en het duimpje en graag tot de volgende keer. Dag!